Herinner je je nog dat je hier zo'n 12 jaar geleden voor het eerst stond? Ja, met knikkende knietjes, letterlijk. Want toen ging ik op voor AIDA en ik had een week gerepeteerd en ik moest invallen voor Shaira. En toen heb ik hier ook gestaan en toen was het ook leeg. En dat was het begin van alles. Daar begon het mee. Het strand van Scheveningen. Op een steenworp afstand staat het Circus Theater van Joop van den Ende. De plek waar Carolina Dijkhuizen uit Veendam furoren maakt. Ze speelt de hoofdrol in de musical Sister Act. Nou, dit is het Mekka, het toneel. Op het ene moment is het een loesje nachtclub en op het volgende moment is het een heel sereen, zoals je ook aan de zijkant ziet, heel mooi, sereen, klooster. Sister Act gaat over nachtclubzangeres Dolores. Omdat ze getuige is geweest van een moord, zitten criminelen haar op de hielen en moet ze onderduiken in het klooster. En daar zet ze de boel goed op stelten. Op het moment dat Dolores in het klooster komt, is het natuurlijk een noodlijdend klooster. Moet het eigenlijk gesloten worden. Maar op het moment dat zij komt en zij introduceert zeg maar, het hele zang- en dansgebeuren. Dus eerst is het de normale Maria. En ik weet niet of je het heel goed kan zien. Er hangt nu een doek voor, maar daarna wordt het een disco Maria. Zoals we haar noemen, Glitterball Mary. En die kan ook echt draaien als een discobal. Dus die mooi wordt ook ding, echt zeg. Gebruikt ja, prachtig. Als een... als een discobal. Herken je dingen van jezelf in haar? Ja, ik herken zeker in haar hoe gedreven zij is. Want dat ben ik vanaf jongs af aan ook geweest. En ik snap heel goed dat, wat Dolores ook heeft, dat er zat mensen zijn die dan tegen je zeggen van, ah joh, weet je, met zingen kun je echt niet je geld verdienen. Kom op, ga gewoon naar school, ga een normale baan zoeken, ga gewoon als hobby zingen. Maar ik ben altijd iemand geweest van, nee, ik ga het maken. Ik ga het echt maken en ik voel gewoon, dit is wat ik moet doen. Dit is gewoon, ja, de plek waar ik moet zijn, op toneel of op een podium. Dat is, ja, wat ik het liefste wil. En dat wist je al heel jong ook. En dat wist ik al, ja, dat wist ik eigenlijk, ja, dat wist ik al vanaf jongs af aan. Ik geloof dat mijn moeder ook altijd zoiets had van, oh nee, rustig, rustig, weet je. Laat er in godsnaam gewoon ook een normale baan zoeken. Maar mijn ouders hebben me altijd heel erg gesteund. En ik had het ook niet kunnen doen zonder mijn ouders. Carolina Dijkhuizen groeit op in Veendam. Als meisje is ze altijd aan het zingen en dansen. Op de middelbare school begint ze haar eerste meidengroep. En mijn vader was mijn buddy in het weekend. Dan gingen we het hele land door. Een half uurtje werken en dan gewoon weer hup richting Veendam. Dus we zaten altijd, 6-7 uur gewoon in de auto. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar mijn ouders hebben altijd gezien ook dat dit echt is wat ik wilde doen. En dat niks mij zo gelukkig maakt als zingen, als performen, als entertainen. I got to let it show. Als ze 16 is, doet Carolina mee aan een auditie voor Petty Cash. Een band van Patty Bart. En dan doe je auditie. En dan 2 weken later zit je in de meidengroep. En ga je een fotoshoot doen. En sta je opeens pagina groot in de Telegraaf. Mijn leven was gewoon in 1 klap veranderd. Carolina's carrière komt goed op gang. Ze komt terecht bij Joop van den Ende. Ruim 150 keer speelt ze de hoofdrol in de musical Aida. En daarna volgt Lion King. Het is geen ontkenning, geen verraad, het is genade. Door de goden kijken toe. De koning is niet vrij. Voor je hoed de liefde. Door die musical
musicalrollen wordt Carolina geconfronteerd met haar eigen roots. Ik ben geadopteerd. Ik kom uit Colombia en ik ben daar ook altijd heel open over geweest. Maar ik deed er nooit iets mee. En toen ik AIDA ging doen en Lion King daarna, twee voorstellingen die echt gaan over dat je trots bent op jezelf en op waar je vandaan komt. En dat meiden, jonge meiden, jongens ook me brieven gingen sturen van andere geadopteerde kinderen. Van, ja, ik ben ook geadopteerd en ik kijk dan naar jou en hoe jij dat dan doet. En toen dacht ik, ja. Maar ik doe daar eigenlijk niet zoveel mee. En toen ben ik, puur ook omdat ik er zo mee werd geconfronteerd, ik kon er eigenlijk niet omheen. En toen ben ik met Spoorloos gaan praten. Met de mensen van Spoorloos. En die zijn nu al een aantal jaar voor mij op zoek. En, want ook dat was echt wel een beslissing van, oké, als ik dit ga doen, dan kan ik dus nooit meer terug. Als ze iets vinden, kan ik nooit meer terug naar het moment voordat ik wist waar ik vandaan kwam of wie mijn ouders zijn. Dus ik heb ook met mijn familie daarover gesproken. Van, ja, weet je, bereid jezelf ook voor op dat het negatief kan zijn. Ik bedoel, je bent geadopteerd om een reden. Je ouders wilden het beter voor je of je ouders zijn overleden. Of weet je wel, het is niet omdat het zo goed ging daar dat jij nu in Nederland zit. Ik ben niet op zoek naar mijn ouders, want ik heb mijn ouders. Piet en Treinie zijn mijn ouders. Maar ik zou wel willen weten, ja, waar kom ik vandaan? Op wie lijk ik? Zijn die mensen misschien ook heel muzikaal? Of hebben die dat misschien helemaal niet? Nu moet ik gaan. Ik moet nu gaan. Maar jullie stem zal. In 2,5 jaar speelt Carolina meer dan 1000 keer in The Lion King. Maar het leven in de schijnwerpers heeft een schaduwzijde. Het leek allemaal fantastisch. Covers van bladen, fotoshoots, leuk. Alleen ik was eigenlijk heel ongelukkig. En ik kwam vanuit AIDA een rol waarin je 16 nummers zingt en constant non-stop on stage bent. Ik ging naar Lion King waar ik alleen te zien was in de tweede acte en twee nummers te doen had. Dus ik werd niet getriggerd. En mijn soort van oplossing daarvoor was dat ik overdag echt 20.000 andere dingen ging doen. Wat er dus toe leidde dat ik gewoon totaal oververmoeid. En op een gegeven moment met een burn-out. En waarom was je ongelukkig? Nou, ik was op mijn 24e, denk ik als ik er nu op terugkijk, echt nog in de veronderstelling dat als je een hoofdrol hebt in een musical, dat je gelukkig maakt. En dat het niet gaat om hoe je bent van binnen, maar dat het nog te veel over de buitenkant ging. Op een gegeven moment houdt de buitenkant op. En dan, wat blijft er dan nog over? En ik was alleen maar bezig met werken, feestjes, dit, dat. En op een gegeven moment was ik gewoon kapot. En kon ik niet meer. En zat ik thuis en was ik 24. En ging naar de dokter en de dokter zei, ja, je hebt gewoon alle verschijnselen van een burn-out. Ik was echt opgebrand. Baby, don't leave me. Ooh, het duurt een jaar voordat Carolina weer kan optreden. Ze kiest voor kleinere rollen, zoals in The Soul of Motown. En ook gastoptredens in tv-series en films. En dan zoekt Joop van den Ende een hoofdrolspeelster voor de musical Sister Act. En toen kwam ik op kantoor en toen zei hij, nou, ga even zitten. Nou, knikkende knietjes, ik zitten. Zei hij van, ik wil heel graag dat jij de rol van Dolores gaat spelen. En toen had ik echt zoiets van, wat? Ja, bizar. Echt bizar. Ook omdat ik een paar jaar daarvoor, zeker na die burn-out, een beslissing had gemaakt dat ik dacht, ik weet niet of ik grote shows nog wil doen. Ik wilde me ook meer gaan richten op gewoon muziek. En gaan zingen en wel meer acteren, maar dan meer tv en misschien toneel en zo. Maar ja, weet je, toen Sister Act de auditie kwam, dacht ik ook al van, nou ja, daar moet ik sowieso auditie voor doen. En als Joop dan zegt dat hij wil dat jij het gaat spelen, ja, dan zeg ik geen nee. Ik wil genade, ik wil de
deze musical heb je echt keihard moeten werken, hè? Ja, toen ik hier aan begon, zei Joop, meneer Van den Ende, dit is de zwaarste rol die je ooit gaat spelen waarschijnlijk. En ik wil gewoon dat je er klaar voor bent. Ik wil gewoon dat je op een moment dat we gaan repeteren, dat je helemaal in shape bent om dit te doen. En ik dacht af en toe, tijdens het jaar dacht ik, serieus, waarom moet ik dit doen? Totdat we begonnen met de repetities, week 1. En toen dacht ik, oh my god, ik ben zo blij. Ik had zo'n voorsprong al op mensen, omdat ik gewoon, ik had zoveel energie. En deze rol vergt zoveel energie. Zij is letterlijk wat onze regisseur Carlien noemt up. Dus zij is nooit gemiddeld. Zij is altijd up. Zij is altijd daar. Zij is letterlijk dit van, oh hey, wat leuk. Hey, wat een leuke broek heb jij. Oh my god, nou weet je, zij is alleen maar zo. Alleen maar schakelt. Vermoeiend. Doodvermoeiend. Ja, en pas toen ik ging repeteren, snapte ik het. En het heeft ook te maken met dat ik bijna nooit af ben. Ik ben dus bijna altijd op. Als ik niet op ben, loop ik of om weer op te gaan. Of ik loop om me om te kleden om op te gaan. Dus ik ben de hele avond gewoon bezig. Ja, weet je, alles gebeurt eigenlijk hierachter. Dus alle verkledingen, alle snelverkledingen. Dus alle meiden van het ensemble zitten hier. Ja. En die hebben dan, er staan een aantal kleders hierbij en die helpen die meiden dan helemaal verkleden. En, dus als je hier dan ook langs loopt, dan zie je ook sommige meiden heel druk aan het verkleden, andere lezen de Vogue. Heel relaxed of doen een puzzeltje of zitten te breien hier. Hier zitten heel vaak, want dit is dan weer zo'n plekje. Maar daar heb jij helemaal geen tijd voor. Ik heb daar geen tijd voor, want ik race altijd zo langs. Ja, ja. En dan denk ik, oh lekker, ik zou ook wel eens willen lezen of breien of iets. Mijn eindjurk. Als Dolores, zeg maar, letterlijk succes heeft, dat is deze prachtige, wow, prachtige jurk. Herinner je je nog dat je hier zo'n 12 jaar geleden voor het eerst stond? Ja, met knikkende knietjes, letterlijk. Want toen ging ik op voor Aida en ik had een week gerepeteerd en ik moest invallen voor Shaira. En toen heb ik hier ook gestaan en toen was het ook leeg. En dat was het begin van alles. Daar begon het mee. Dat is echt voor mij, dat voelt echt als het begin van de rest van mijn carrière. En is een heleboel gebeurd natuurlijk, ja, in de tussentijd. Ja, en daarom het feit dat ik nu weer terug ben in mijn eigen huis. Want zo voelt het echt met mijn eigen, weet je, de mensen van de Kappergrien, de mensen van de techniek, het orkest, de productie. Het voelt echt als thuiskomen. Omdat het zo bekend is. Er is geen plekje hier wat ik niet weet of waar we niet hebben gerepeteerd. Of, nee, dit is echt mijn huisje. Ja, ik ben trots op dat ik hier... We hadden de laatste 20-jarig bestaan. Het Circus Theater. En ik was de enige die hier 3 hoofdrollen heeft gespeeld in vaste producties. Nou, daar ben ik heel trots op. Terecht. Ja. Ja. Dus nu zien we Dolores. Ja, ze is bijna af. Alleen nog een knalrode lippenstift en dan en mijn tijgerprintje. En dan is het in principe af, ja. Wanneer ben je nou het gelukkigst? Nou, ik ben sowieso het gelukkigst als ik weet dat mijn familie oké is. En dat we, weet je, die feestdagen, dat we met z'n allen zijn. Mijn neefje en nichtje, die dan lopen te ouwe hoeren. En dat we leuk aan het spelen zijn. En ik ben het gelukkigst met mijn familie. Nummer 1, boven alles. Met mijn familie, met mijn vrienden. En een goede, hele goede tweede is als ik zeg maar opkom. En ik draai me om tijdens de show. En de show begint. En de muziek knalt erin. Ja. Ik word gewoon heel gelukkig van wat ik doe.